dat er water in zijn boot zit. Er zit water in zijn boot, jongens. Zo moet zal zaterdag boot aanleggen en dan kan ze klaar. Ja, dat zijn een pintje. Mooi uit. Hoi! Dan gaan we eens kijken binnen. Vanochtend al weer druk bezig geweest met de straat. Ik heb toch weer iets bijzonders. En ook de arts heeft er geen verklaring voor en vindt het ook heel interessant. Dus misschien hebben we wel in de medische wereld iets nieuws ontdekt. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Welkom bij 4 van nieuwe 4. Goed zo! Nou, papa die is aan het werk. En die mag jij niet. En Jesse Silver en ik zijn lekker alleen thuis. En mama heeft gekookt. Vond je het lekker? Kijk. Ja, ik zie het. We hebben nou geen hondjes meer die het opeten, hè? Nee. Ze kunnen het nu rustig oppakken. Rustig oppakken? Ja, we hoeven nu niet heel snel te zijn. We zijn er toch altijd, snel, anders pakken de hondjes het. Dat is gek, hè? Ja. Nou, ik heb geen hondjes meer. Hebben we nou geen hondjes meer? Nee. Wat is er dan mee? Hij zijn dood. Zijn ze dood? Ja. Oh, oké. Okay. Maar dat is zielig, hè? Maar eigenlijk is het niet zielig, schatje, want ze waren heel oud en ziek. En waar zijn ze nu? In de graf en daar zijn ze. In de graf, in de tuin. Hè? Dan blijven ze altijd een beetje bij ons. Toch? Bij ons. Nou, dan wij weten dat ze daar zijn. Ze zitten altijd in ons hartje. Ja, maar die... En waarom zit ze dan in ze... Weet je waarom in zijn zak zitten? Nou? Omdat dan de beesten komen. Ja, klopt. Nou, wij zijn dus met z'n tweeën en het is tijd van Sinterklaas en de Pieten. Oh. Heel goed gedaan. Goed gegeten, schat. Trots op jou. En wat gaan we nu doen? Even kijken. Ja, het Sinterklaasjournaal. Want morgen komt hij aan. Ja. Hopen we, tenminste. Want, wat is er aan de hand? Dat er water in zijn boot zit. Er zit water in zijn boot, jongens. En het is dus wel heel spannend of Sinterklaas wel aan gaat komen. Ja. Dus dan gaan we zo even het Sinterklaasjournaal kijken. En ondertussen, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het maken voor ons? Een chocomel. Een warme chocomel. Hè? Voor de bij. Gaan we lekker voor de buis zitten en dan gaan we eens even kijken. Kom. Ja. Ja, ik ga snel even kijken naar de... Ik ga even kijken naar de warme chocomel. Ga jij maar vast ervoor klaar voor zitten, oké? Okay? Maar ik heb hem op. Ja, ik zie het. Mama. Was die lekker? Wil jij ook? Ja, ik wil ook wel een slokje. We kunnen het samen delen, want mijn is niet op. Dan denk jij de rest maar op. Zo, lekker warme chocomel aan het maken. Eerst nog warme melk en dan de choco erbij. Oh, daar ligt echt de stoomboot van Sinterklaas helemaal diep onder water op de bodem van de Spaanse Zee. Wat een naar gezicht is dat, zeg. Een hele goede morgen. Het is vandaag de dag dat Sinterklaas hopelijk aankomt. Dus dat is wel spannend. Wij zijn heel goed het Sinterklaasjournaal in de gaten aan het houden. Want ja, we moeten wel hopen dat Sinterklaas aankomt vandaag, hè? Dus we zijn goed Sinterklaasje nou in de gaten aan het houden. Ik heb voor jou smink. Ja. Gaan we jou sminken. En we gingen warme chocolademel maken, hè? Ja. Ja. En we gaan kleuren. En we gaan knutselen. En ik heb een mooi maskertje gemaakt. Ik ga jou eerst een klein pietje maken. Kom. Kijk. Oh. Dat is mooi. Kijk maar eens aan. Mooiste plekje van Hellevoetsluis, waar zit de... Oh, jij wordt zo'n mooi pietje. Oh, jij wordt zo'n mooi pietje. Nou, zo het resultaat. Zo moet ze al zaterdag aanleggen en dan kan ze klaar. Ja,
dat zijn nog pintjes. Zit er mega in? Zit er mega in? Mega chocomel. Wat is er nou allemaal aan de hand met Sinterklaas? Nee, Sinterklaas zit in de frituur. Waarom dan? Omdat zijn boot in onder water is. Oh. En daarom zijn ze in de helikopter. Ja. Ja, vind je het toch lekker? En Jessie heeft mij ook heel mooi gesminkt. Zijn we samen roetvegen, hè? Roetveegpietjes. Nou, we gaan het even het spannende nieuws verder kijken. Dus eigenlijk hebben we een houten op de toe. Wat zei je dan? Ik weet het wel. Dat is. Oh. Zeg je dan, dankjewel. Oh, is die lekker, schat? Nee. Oh, geef dat maar aan mij. Niet lekker. Nee? Hou je van kruidnootjes? Nee, niet normaal. Kom maar hoor. Waar is de muziek nou? Jij ook een hand. Ja. Oh, jullie zien er ook mooi uit. Hoi! Hey. Een hand. Ja. Heb je nou gewoon Sinterklaas een hand gegeven, Jessie? Nou, dat was het wel waard om hier naartoe te rijden dan, hè? 1 hour later. Oh, Jessie, kom eens kijken snel. Ja, Jessie, kom eens kijken dan. Ja, kom wel kijken. Dan gaan we eens kijken binnen. Rustig. Ze liggen er nog de hele tijd. Wat is het dan? Wat is er gebeurd? Is die gewoon geweest? Hoe kan dat nou? Maar hoe kan die nou binnen zijn gekomen? Ik denk dat hij via het dak en dan via de palm naar beneden is gegleden. Of is hij met zijn boot door onze sloot gegaan? Ja! Ja, misschien wel, hè? Hey, pak het maar op, schat. Ik kan het op de tafel zetten. Oh. Is het nou al cadeautjes tijd dan? Hè? Een spelletje! Ja, maar die andere was kapot! Die gele! Ja? En daar heb ik het net een grote! Ja, nou, dat is een hele grote deze! Ja! Moet ik hem openen? Ja! En dan ga ik lekker spelen. Ga jij lekker spelen? Jeetje zeg! Die Sinterklaas, die zei het al. Iedereen mag zijn schoen zetten. Oh, heb jij een chocoladecentje? Ja! Gaat die nou weer? Ja. Oh, dat is veel geld. Kom, leg hier maar neer. Dit is voor jou. Oh, dankjewel, schatje. Leg hier maar neer, schat. Kun je ze één voor één opeten? Doe maar trekken. Ja. Dat is een leuk spelletje. Kijk, er zijn twee! Oh, extra moeilijk en heel groot. Ja. Oh, wat zeggen we dan? Dank u wel.
Dankjewel, Sinterklaas en Piet. Nou, weer lekker spelen. Ja, heb je er al een? Ja! Kijk. Heel goed. Oh, goed zeg. Precies op het pinnetje. Zo. Vind jij helemaal niet lekker, toch? Ik dacht dat het geld was. Nee, is chocolade geld. Oh, chocolade geld, papa. Oh. Overzichtig. Ik denk dat Sinterklaas en Piet jouw nummer zo mooi vonden. Ja. He, want je had zelf een liedje verzonnen, hè? Echt mooi. Dan heb je gewoon een cadeautje verdiend. En snoepjes. Mm-hmm. Wow. En. Oh. Verder komt vooral veel zand uit. Zie je? Oh. Top. Ik denk dat ze... Nou ja, er komt zoveel zand uit. Ik denk dat ze toch... Toch via de tuin. Ja. Zo met de boot. Denk het ook. Auw! Oh, die was bovenop mijn tenen. Dat was niet zo leuk. Dat maakt een hoop goed. Goedemiddag. Het is zondag vandaag. En Sergio is vrij. Yay. Yay. En wij zijn onderweg naar Tilburg. Want Sinterklaas komt daar ook. Dus we gaan eens even kijken of we nog een keer gezellig naar de Piet toe kunnen en Sinterklaas. Ja. Dus we gaan eerst even Elena en Nienke ophalen. Ja. En dan gaan we naar het ubergezellige spoorpark in Tilburg. Ja, ik ben benieuwd. Dan gaan we Esmee en Nienke halen. Esmee gaat niet mee, denk ik. Nee. Nienke en Elena komen. Esmee is aan het repeteren met de drumstel. Nienke wel. Nienke gaat mee. En dan oma Anja, hè? Ja, en gaan we oma Anja halen. En dan gaan we naar Sinterklaas. Joepie! Tel maar door. 3, 2, 1. Tada! Bedankt, hoor. Oké, en nu maak je mooie tekeningen. Je kan hem beter kleuren. Oké, je bent in de knaar. Je hebt gewonnen. Jessie, lekker schepen. Lekker in. Oh, oh, wat doe je nou? Oh. Nienke, lekker, alles? Genoeg gegeten? Ja, ik ga dadelijk. Toetje? Oh nee, Jessie wil geen toetjes meer, denk ik. Ja,
tijd. Doet je ze allemaal op? Nee. Niet te houden, jongen. Je kan dat heel goed. Hele goede morgen. Ja, wat ben jij aan het doen dan, Jessie? Goed zo, hè? Gaan we eitje bakken? Ja. Oké. Okay. Hier maar de eitjes in het bakje dan breken. Goed zo. Kan die gewoon? Kan die wel. En dan doen wij hier lekker spekkie bakken. Spekkie? Spekkie bakkie. Nog eentje? Ja. Dan gaan we klutsen. Nog twee? Nou, dan doe maar twee. Ook goed. Dan zijn het er 11. Dus 10. En nog eentje. Omdat Mojo 11 was. Hij zat vanmorgen op het toilet, zegt hij. Ik ben verdrietig. Ik zeg, hoezo dan? Ja, omdat de honden er niet meer zijn. Wauw. Oké. Okay. Oké, okay, toch wel. Ja? Ik was zo verbaasd dat hij er helemaal niks over ja. zijn. Even je handen wassen, want anders zit alles onder de ei. Ja, goed zo. Zo, wij zijn thuis vandaag. Sergio is werken. En ik heb met Jessie Silver een heel mooi schoentje gemaakt. En wat konden we daarmee doen? Daar komt cadeautje in voor het Sinterklaas. Echt waar? Ja. Waar gingen we die dan ook weer neerzetten? Daar. Nee toch? Daar. Waar zouden we die gaan brengen? Bij de boodschap. Ja, bij de boodschap. Ja, bij de supermarkt mochten we die neerzetten. Ja, ja. Maar daar is ook heel veel kinderen. Ja, en dan zetten we een schoentje in. Maar daarom hebben we ook jouw naam erop geschreven. Hè? Waarom? Nou, dan weten Sinterklaas en Piet dat die van jou is. Hm. Nou, Sergio die heeft de andere twee lampen erbij. Dus we hebben nu inmiddels 5 mooie lampen hangen. Ja! Woehoe! We gaan alleen deze twee gaan we nog ietsje hoger hangen. Waarom? Zodat er iets meer verschil in zit. Waarom dan? Nou, dat vinden we net eventjes wat mooier. Ben jij gegroeid of zo? Ja. Ja, ik zie het. 1, 2, 3, 4. Woehoe! Jeetje, dat was wel heel hoog. Ja. En kijk eens jongen, hoe heerlijk dat zonnetje naar binnen schijnt. Oh, heerlijk is dat. En ze zijn vanochtend al weer druk bezig geweest met de straat. Mama. Ja? Kijk, 1, 2, 3. Oh. Kijk, ze zijn bezig met de straat. Niet in het zand alsjeblieft. Jessie. Kijk. Ze hebben hier al de hele gaten gemaakt. En daar is potgrond. Dus daar gaan ze hele mooie perkjes maken. Ze zijn al ver gekomen. Nou, ons perkje is nog steeds een beetje vol met zand. Maar goed, dat maakt niet uit. We zijn al zo blij met onze oprit. En die wordt dadelijk dan ook nog verlengd eigenlijk met het stuk straat erbij. Wordt prachtig allemaal. Oh, en meneertje is weer op de loopfiets van de buurjongen hoor. Zit ik dan alleen op de bank. Jessie Silver ligt lekker in bed. Sergio is nog aan het werk. Maar voordat ik ga afsluiten, wilde ik jullie nog iets vertellen. Want ik heb toch weer iets bijzonders. En ook de arts heeft er geen verklaring voor en vindt het ook heel interessant. Het is namelijk zo dat ik dus al die tijd al last heb van mijn rug. Rugklachten, heupklachten, wat doorstraalt naar mijn been. En daar heb ik vooral last van als ik ga liggen, dus als ik wil gaan slapen. Wat natuurlijk echt heel vervelend is, want ja, je hebt je slaap nodig en als je dan altijd maar pijn hebt. Nou goed, maar ik had dus ook afgelopen week een flinke keelontsteking, bacteriële infectie, dus ik kreeg antibiotica. En wat blijkt,
Ik heb sinds ik die antibiotica slik gewoon nul pijn als ik in bed ga liggen. En dat is echt bizar. Want in antibiotica zit helemaal geen pijnstilling. 0,0. Zei de arts. En de antibiotica wordt gegeven voor een bacteriële infectie. Maar ja, ik heb dus eigenlijk al jaren last van mijn rug, mijn heup als ik ga liggen. Dus het is heel bijzonder. En waarvan ik ook het idee heb, is dat als ik 's ochtends mijn bed uitkom, dan kan ik tegenwoordig bijna niet lopen een paar stappen vanwege mijn billen die ik moet slikken. Ik denk van de antihormoontherapie. En ik heb zelfs het idee dat dat iets beter gaat. Dus misschien hebben we wel in de medische wereld iets nieuws ontdekt. Het is in ieder geval heel spannend. Ik ben er blij mee. En we gaan het eventjes wat verder bekijken en experimenteren. Ik ben nu klaar met die antibiotica. Dus we gaan even kijken of die klachten wegblijven. Of ik geen last meer heb van mijn rug. En als het dan weer terugkomt. Dan wilde de huisarts dus best wel even met mij experimenteren. Om nog een keer die antibiotica een keer te doen. En dan te kijken of het weer... Of het dan weer ineens helemaal weg is. En als dat het geval is, dan gaan we eens even contact opnemen met de specialisten. Van, oké, wat is hier aan de hand? Hebben we hier iets nieuws ontdekt? Dus ja, dat is wel spannend. Ik ben er in ieder geval blij mee. Want het is natuurlijk een hele fijne bijkomstigheid. En ik hoop natuurlijk dat het gewoon nu wegblijft. Ook al hebben we dan misschien daar geen verklaring voor. Dus ik ben heel benieuwd. En met het goede nieuws ga ik afsluiten. Dus hopelijk vonden jullie dit weer een gezellige vlog. En ik ben heel benieuwd of jullie nog wat hebben gedaan voor Sinterklaas. En ik zie natuurlijk weer heel graag jullie reacties. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie heel graag bij de volgende video.